Sittergit. Hefla in de motherfucking building. Het is een Hefla. Ik heb 5 vragen en als hij ze allemaal goed heeft, dan kan hij iets leuks winnen. Eerste vraag, lus je Ayran? Ja. Ayran, nee. Als je geen Ayran lust, ben je fire. Tuurlijk lus ik dat. Nee. Ik hou wel van de Turkse community. Als het lekker is, wel ja. Ik weet niet wat het is. Ja. Nooit gegeten. Nee. Busy of sneller? Sneller. Ja, ik zeg je eerlijk, heel streng, gewoon geen een van beide eigenlijk. Busy. Snelle. Young Ellens. We zijn er nog steeds. Ben je altijd zo gezellig? Ja, ik kom uit Brabant. Ja, yeah. Wat denkt jij nou zelf? Mark Rutte of Sigrid Kaag? Sigrid. Helaas, dat is het verkeerde antwoord. Het goede antwoord was toen al een kuzu. Sowieso nooit Mark Rutte. Laten we het daarbij houden. Sigrid Kaag. Mark Rutte? Om wat goede vragen te stellen. Daisy Boutersen. Sittergit. Geen van beide. Beide kut. Wat betekent nenne? Wie? Dat is oma. Of moeder. Moeder of oma. Eén van de twee. Thee. Een soort blaadjesthee, toch? Weet ik niet. Munthee. Nenne, Turks. Is Turks, toch? Thee. Is munt? Nenne, thee toch of niet? Wat betekent nenne? Ik denk aan een Turkse moeder of zo. Dat is gewoon munt. Nee, in babytaal. Nee, het is mint. Wat betekent COVID? Wat Mark Rutte moet doen. Wat betekent COVID? Ga weg of zo, donder op. COVID. COVID op donderen, man. Dat ga ik echt niet zeggen, man. Mijn familie kijkt hier ook naar. COVID, sahbi. Kip of kalf? Kip. Alles erop hebben? Met knoflook hebben. Wat betekent Hefla? Hefla. Wolle, ik weet niet. Vlees? Hefla? Ja. Ik denk nu alleen aan hef en ik denk aan vla. Hefla, stagardag, feestje. Nee. Ja, ik weet het echt. Wat is een hefla? Hey, wat betekent hefla? Is een vissa, toch? Hefla, feestje. Het is een mapampa hefla. Ik weet niet wat het betekent, maar dat is het. Het is een hefla. Ik wil voor het tasje willen kijken of ik sneller dan jou tot 10 kan tellen in het Arabisch. Het is een koude litte hefla. Je weet zelf. Het is een hefla, je weet toch? Wacht niet, kleedaar, we gaan zitten samen met Tessa Ashra. Ik wil een shout-out doen naar Tariq Mezian. Ik wil een shout-out doen naar Abdel Samad El Amdeloui de Wahed. Hij was wel sneller, man. Het is een hefla, man. You know the vibe. See shit. Go check me. Mijn EP is out now. Het is een hefla. Het is een hefla. Ik hou van jullie. Funzig fam. Ik wil een shout-out doen naar Biri. Ik wil een shout-out doen naar Reda Saleh. DJ-tas, hè? Dit wordt mijn nieuwe DJ-tas, dat weten jullie toch wel? Kijk deze. Hey, yo, my bro, Kalina, hij deelt me de, ja, mezelf. Hey, yo.